Maar ik ging mijn schoenen nog laten zien. De jeansbroek aan. Wee wee wee. Lang geleden aan. Zo jongens en meisjes. Toch kijken naar een goed nieuwe vlog. Vandaag ga ik weer naar school. Ja, gaan jullie vaak horen nu. Terug. Maar vandaag heb ik, zoals jullie zien of niet zien, heb ik weer een lange broek aan gedaan. En straks kan ik filmen dat ik het schoenen aandoe. Ja, natuurlijk doe ik schoenen aan, maar daarvoor deed ik altijd van die sandalen tevens aan. Voor in het water. Maar ja, nu moet ik niet meer in het water omhoog. Behalve als het overstroomt op onze school, dan is het wel handig. Ik ga die denk ik meenemen, ik weet het niet. Maar dan doe ik gewoon een schoenen aan, maar die kan ik straks filmen. Nu heb ik terug een broek aan. Dan is ook altijd van die korte shorts staan. Deze korte short. Maar het wordt weer kouder, dus dat is weer nodig om langere broeken aan te doen. Alleen als je zo lang geleden, lang is dat niet, maar als je zo ja, een hele zomer, 2 maanden, in een korte short hebt rondgelopen, is dat toch even een verandering om dan, pardon, een lange broek ineens te aan. En blijkbaar is er op school een ding dat plastic flesjes niet mogen, maar ik gooi die niet weg, dus dat kan geen kwaad. Ik heb die allemaal nog bij hier. Wacht, ik ga ze niet eens filmen. Kijk, in mijn boekentas zitten er ook wel wat. Maar hier staan er 3. En daar nog 1. Ik heb er 2 in mijn boekentas zitten, dus dat is 6. 3 plus 4, 5, 6. Dus je komt op 6 uit. Dus ik heb ze nog allemaal. En hier ook. 1, 2, 3, 4. En die andere 2 zitten in mijn boekentas. Wacht eens even. Ik heb ze gevangen. 1, 2, 3, 4. Heb ik er dan? Nee. Daar ligt er eentje nog beneden, denk ik. Die toch nooit weggegooid. Hallo. Maar ik gebruik sowieso al die flesjes opnieuw. Ja, ik gebruik altijd die flesjes opnieuw, dus. Maakt niet uit. Of er is er een achtergevallen met toen. Dat schieten met die pijltjes. Ik gebruik ze voor alles. Ik gebruik ze om te schieten met pijltjes. Ik gebruik ze om te drinken. Ja, daar kan ik ze nog allemaal voor gebruiken. Ik gebruik die nooit, dus. Echt weggooien doe ik dat niet mee. Zo. En nu ga ik drinken, want ik wou eigenlijk dat open doen om te drinken. En niet om te zeggen dat ik op school de flesjes niet meer mocht meenemen. Ik vind dat makkelijker. Je kunt er zo veel meenemen als je wilt. Nu heb ik er 3 bij. Maar dat kan zijn dat ik na een tijd of zo zeg, oh een uitstap met school, want dat mag weer blijkbaar. Dat ik zeg van, ik ga er meer meenemen. Ja, nu is ook wij mogen terug. Maar ik ben daar niet zo blij van. Maar dan mogen we terug eten in de middagzaal. Maar daar ben ik niet zo blij van. Dat is allemaal bij elkaar. En wat masker af. En goed dat de overheid niet weet in welke school dat ik zit. Want anders hadden ze nu al binnengebroken. Want ik weet zelfs niet dat dat mag. Ik weet zelfs niet dat dat mag. Maar ze zeggen afstand halen. Ze zeiden dat. Maar je mocht dan wel samen aan 1 tafel met de klas in middagzaal eten. Oké, we zijn met 8. Maar toch, er moet maar 1 ertussen zitten dat corona heeft. Ik spreek nu ook af. Maar ik spreek af met mensen dat ik weet van, die passen mij op. Geen enkel kind op school, behalve ik dan. Waarschijnlijk en nog sommigen. Maar ja, er zit waarschijnlijk wel 1 in mijn klas die dat zegt van, hey, voort. En die ene kan wel ons aansteken, dus. Daarom, wij hebben ofwel speeltijd voor de middag eten, of speeltijd na de middag eten. Maar dan doe ik het gewoon op de speeltijd, dat dan kan ik verder weg zitten en ik kan dat ook vragen van, mag ik dat dan eten, want
anders. Maar ik zie je bij terug, want ik kan nooit. Tegenwoordig pakt hij mijn gezicht niet meer aan. Ik kan niet meer aanspannen, die functie. Het is half en binnen een half uur moet ik vertrekken. Dus ik moet alles bij elkaar pakken. Niet alles, maar ik bedoel, gezin, de rest. GoPro neem ik niet mee. Ja, ik zal je weer terug. Tot zelfs. Ja jongens en meisjes, hallo, I'm back. Ik ben ondertussen buiten. Maar ik ging mijn schoenen nog laten zien. Deze heb ik aan. Puma's. Gewoon schoolschoenen. Lekker makkelijk. Alleen op deze fiets. Gelijk eraf. Lukt niet zo heel. Ik probeer op mijn trapper te staan. Gaan. Kijk, ik heb niet zo'n heel voor dat tegen te houden. Dus soms ga ik eraf. Val ik eraf. Maar dat moet lukken. Zakje. Ik ga mijn gezin terug in een statief zetten. En dan zie ik jullie strak terug. Doei. Oké, we zijn wat verder in de tijd ondertussen. Ik heb de camera met mijn andere hand over te pakken. Het is 9 uur 's avonds ondertussen. En vanochtend heb ik laatst gefilmd om 8 uur of zo. Dus ik heb meer dan 12 uur niet gefilmd. Maar ik kon ook niet filmen. Ik kon ook gewoon niet filmen. Ligt het even zo? Ik ben aan het zien. Vanaf 8 uur ongeveer, dus ik heb al meer dan 12 uur niet meer gefilmd. Amai, wat was dat? niet meer gefilmd, dus ja. Maar ja, denk ik of wel. Maakt het uit? Nou, als ik nog content maak, maakt het niet uit, maar ik kan geen content niet meer maken. Ja, ik ben echt gaan zien hoe ik. Ik kan nu niks meer filmen, want het is al kei laat. Tegen dat ik iets gevonden heb om te filmen, kan ik al mijn vlog gaan editen, wat anders ben ik te laat met mijn vlog. In de weekend is dat natuurlijk, maar allee, ben ik ook niet heel de tijd thuis. Maar dan bedoel ik, ben ik morgens wel thuis en ik heb mijn vlog volgende dag editen. Dus dat ik s'avonds nog iets laat doe voor mijn vlog en dan ik die volgende dag beschittert, want dan kan ik in de week niet. Maar het is morgen vrijdag, dus het valt wel mee. Het is morgen al vrijdag voor jullie zaterdag morgen. Het is een fijn weekend, al jongens en meisjes. Ja, het is vandaag donderdag, dus als ik nu zeg fijn weekend jongens en meisjes, is de school net gedaan als jullie deze vlog kijken op het uur dat het online komt. Maar ik heb nog altijd de jeansbroek aan, wee. lang geleden aan. Ik kom gewoon niet op mijn woorden. Ik wou zeggen dat lang geleden is dat ik mijn jeansbroek aan heb gehad. Of het laatste heb ik me geen aan gehad, maar ik bedoel, ja, gewoon voor naar school te gaan of zo. Lang geleden, ik altijd een korte short aan doen. Het is makkelijker voor iets in mijn zakken te steken. Of makkelijk om te kleden. Die korte short heb ik heel wat vergroten. Broekspijpen. Nou, grote broekspijpen. Kom maar niet op. Ja, geen Nederlands niet meer. Ik begin Duits te spreken. Ik spreek het Duits. Ik spreek het Duits. Dus extra mijn spiegel aandrukken. Oh, ik kan net zeggen, jullie zien dat niet verspringen, maar nu wel. Als ik dat zo zeg, zo, dan zien jullie dat bijna niet verspringen, maar ik zie dat echt erg verspringen. Ja jongens, abonneer even, dan kan ik hier de 100 abonnee play button onderhangen, of boven hangen, of hierboven, of hieronder, of deze naar onder zetten. Dat kan ik ook doen. Maar kan ik hem al te zien zoveel hier nog plakken of hier nog zetten. Plakken of zetten, stel dat.
ja, ik ben terug, want ik weet nu toch niet wat ik ga filmen. Ik ga naar familie zien, want dat staat ondertussen al online. Het is 9 uur. Dus ik ga dus je beetje terug tot zes. En mijn arm begint moe te worden. Van heel altijd mijn camera vast te houden. Dus spiezert dat echt hard. Dus tot zes. En ondertussen ga ik slapen, want het is al heel laat. Ik zie de morgen terug, vind de meneer, ik vind een blauw duimpje mag doen, zo ik ook alle beltje naast heb neergemaakt. Het is eigenlijk altijd op de hoogte van elke video dat ik heb gehoord. Zie ik jullie morgen terug, en zeg ik zoals altijd, tjie tjie,